脑嘴型。Can I give you a moment? Yes. Thank you. Sir Roger. Thank you. Sir Roger, saw you yesterday. Can you work for me? Nou, het boek heb ik en nu nog een handtekening. Yes, thank you.
Wie vind jij nou de echte James Bond? Ah, goed, ja, ik sta hier vandaag bij Roger Moore. En dat zegt al genoeg, denk ik. Ja, Roger Moore is voor mij de echte Bond. Hij heeft in 7 films gespeeld. En ja, was altijd een charismatische man. Veel humor. Altijd die grijns op zijn gezicht. Ja, voor mij is dat de echte Bond. En waarom vind je dat allemaal? Waarom ik dat vind? Nou ja, goed, ik bestond in principe nog niet toen die films van hem uitkwamen. Ja, alleen bij de laatste, dacht ik, in 1985. Maar ja, ik heb alle Bonds heb ik op DVD. En het is gewoon geweldig hoe hij de Bond vertolkt, om zo maar te zeggen. En wat vind je van de nieuwste James Bond? De nieuwste James Bond? Daniel Craig is een hele andere. Dat is een wat meer gespierde man. Maar hij gaat met zijn tijd mee. Ik vind hem zeker goed. Alleen nooit zo goed als Roger Moore natuurlijk. Nou, dank je. Dichterbij mag je wegkomen. Wat dat Oh ja. Test. Wie vind jij de echte James Bond? Ja, eigenlijk Roger Moore natuurlijk. En waarom? Ja, nou, het is eigenlijk de James Bond waar ik mee opgegroeid ben. Ik ben nou 25 en ja, de eerste James Bond films die ik zag waren van Roger Moore. Dus ja, dan is dat toch wel voor jezelf de echte James Bond. En wat vind je van de nieuwe James Bond? Ja, eigenlijk een heel stuk rauwer dan Roger Moore. Dus Roger Moore is natuurlijk echt een gentleman. Ja, en Daniel Craig was gewoon echt ruw. Echt, ja, soms grof misschien vergeleken met Roger Moore. Dat is echt heel anders. Dankjewel. Ja. Wie vindt u de echte James Bond? Ja, ik ken hem alleen, dat is Roger Moore. En waarom vindt u dat? Omdat hij gewoon echt die rol van Engelsman vervult en zo. Hè. Altijd beleefd, ook als hij de belager zeg maar tegen de vlakte slaat, gaat hij zich eerst excuseren. Helemaal geweldig natuurlijk, hè. Wat vindt u van de nieuwste James Bond? Ja, het is niet, naar mijn mening niet meer echt de James Bond. Ja, ik weet het. Zo zie ik dat natuurlijk, is allemaal persoonlijk, hè. Dus dat zou ik er eigenlijk over willen zeggen. Nou, dank u wel. Hij wel zegt dat die laatste weer heel erg goed is. Dus dat wel. Dus, nou. Nou, dank u wel. Sorry. No problem. I thought I was bumping into something. Ja, wie vind jij de echte James Bond? De echte James Bond is natuurlijk Roger Moore. Een van de eerste en toch de beste en langspelende acteur in de James Bond films. En waarom vind je hem de echte? Toen ik klein was begon ik eigenlijk met kijken van James Bond films waar hij in speelde. Dus vandaar dat het voor mij de echte James Bond is. Wat vind je van de nieuwste James Bond? Ik heb hem nog niet helemaal gezien, dus daar kan ik nog niks over zeggen. En de acteur die hem nu speelt, vind je hem ook een echte James Bond? Anders, omdat deze toch voor Roger Moore toch voor mij de echte James Bond blijft. Blijft toch elke acteur die hem anders speelt niet de echte. Dus. Nou, dankjewel. Kom hoor. Thank you.